man said this thing. You never hear me complain. I'm just a thoughtful guy. When the weather vane points too gloomy, it's gotta be sunny to me when your eyes look into mine. Jeepers, creepers, where'd you get those creepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, y'all, get up, how'd they get so lit up? Gosh, y'all, get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those creepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Yeah, where'd you get those eyes? Them there eyes. To put my cheetahs on. Creepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Knock me out. Where'd you get those eyes? Where'd you get them? Won't you put me wise? Don't you die, man. Pay to advertise. Tell them something. Je hoort sowieso al dat hij net op de broer van Napoleon Bonaparte tijdens een ontzettendheid komt dat het Koninkrijk Holland dat hij een aantal stoffen moet leveren, dat hij manschappen moet leveren voor het imperiale leger. En dat komt er veel te weinig van. De koning van Holland was vooral een goed. Dus hij is behangen met verbandmateriaal. En zo sprong hij dan met nog een hele hoop uitrusting uit het vliegtuig. Daarnaast staat een marinier. Die zwarte zak op zijn been, daar zit zijn gasmasker in. Dat werd meestal gelijk weggegooid. Maar die waterdichte zak, daar kun je allerlei andere toestanden in doen. Dus sigaretten vooral, dat is heel belangrijk natuurlijk. Een gasmasker is leuk, maar sigaretten zijn belangrijker. Hij heeft Corcorans aan, dus dat zijn laarzen die ze gebruikten om uit het vliegtuig te springen. Dat zijn perfecte dingen, zijn nog steeds te koop, helemaal origineel. Ze worden nog steeds met dezelfde machines gemaakt. En als je nou een keer echt goede laarzen wil, moet je die eens kopen. Je bent gelijk wel aan de geelhonger van de financiën, maar je hebt dan wel wat. Hij heeft een geweer, dat is de Garand, 8-schots geweer. En daar gaat hij dan de Duitsers mee te lijf. En die hadden een probleem, die hadden maar 5-schotsgeweren. En die moesten grendelen. En hij hoeft niet te grendelen, hij klipt dat ding vol. Er gaan er dus 8 in. En dan krijgt hij een germduim. Valt mee. En hij kan dus half automatisch vuur afgeven. He, daar kun je niet tegen aangrendelen. Dat was dus ook het probleem voor die Duitsers. Ze kregen geweldig veel tegenvuur als ze begonnen. Ze roepen nou, waar kwam er nou vandaan? Ze hebben geen idee waar die vent zit.
pers het ook een beetje in de weg. Ja, geweldig. Geaccidenteerd terrein, hè? Wij zien ze tijgeren, maar die Amerikanen zien dat waarschijnlijk niet. Hij ziet ze op 200 meter, ziet die beweging. Ja. Ze zijn dus één man kwijt, maar die sieps geven dekking. Hij vraagt versterking naar de CP, dus er zal direct al wat bij komen. Ja, daar komt de versterking al aan. Dat is de NCO. Hij zegt terugtrekken. Covering fire, dat is dekking sturen. Hold back! Stop! Dat is het geluid van de mitrailleur. Nu hebben ze echt problemen. Er zit een sniper tussen en een mitrailleur. Afgesneden, nou is de vraag wat gaat hij doen? Gaat hij ervoor? Je ziet de Duitsers met vuur en beweging naar voren gaan. En je ziet telkens een gedeelte blijft liggen en schieten en een ander gedeelte. Die proberen bij die jeep te komen. Amerikanen krijgen versterking. Nou gaat het waarschijnlijk wat anders worden. Is dat fout? De Engelsen komen de Amerikanen ontzettend. Nu hebben de Duitsers het probleem.
hier wat die Duitsers in de straat doen, ik weet niet hoor. Waarom lopen die Duitsers te roepen? Waarom lopen die zieken naar de rood? De Duitsers gaan even hun kant van het terrein afzoeken, daarna komt... Man tegen man waarschijnlijk. Gemessen.